En met mevrouw Van der Dun heb ik de laatste jaren weer contact gekregen. En zo kwam van het een het ander. En ben ik bij haar broer terechtgekomen die hier in de buurt woont. In Duitsland geboren is. Als Duitser met zijn ouders naar Nederland is gekomen in 1937. Die een Duitse moeder, maar dat was een Duitse moeder van Joodse origine. Dus dat lag natuurlijk gevoelig. Nou, daar zal meneer Van der Dun wat over vertellen. Hij heeft ook een mooi boek over geschreven een paar jaar geleden. En ik denk dat het leuk is als we na een kwartier een aantal vragen van jullie krijgen over die tijd en over hoe het toen was. Op zichzelf zijn er weinig landen, dat is misschien toch wel even aardig om te zeggen, waar de oorlog zo een enorm lang en diep spoor heeft getrokken als in Nederland. En waar dus ook thuis in de gezinnen nog zo lang over de oorlog gesproken werd. Natuurlijk niet door jullie generatie, maar in ieder geval toch nog de generatie van jullie ouders en zeker de generatie van jullie grootouders, waartoe ik dat ook inmiddels natuurlijk behoor, die de oorlog en de bezetting nog zelf hebben meegemaakt. Daar is ook een verklaring voor, dat de oorlog in Nederland, de inval van de Duitsers op 10 mei 1940, als een bijzonder grote schok kwam, omdat Nederland generaties lang een neutraal, vreedzaam land was. In tegenstelling tot bijvoorbeeld België en andere landen die de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt. Dat kwam voor Nederland dus helemaal als een geweldig en in zekere zin toch onverwachte schok. En dat is ook een verklaring dat die hier zo een diep spoor in de herinnering getrokken heeft. En dat ook de herdenking op 4 en 5 mei, over enkele weken zijn we er weer aan toe, dat die hier een, in zekere zin toch een grotere betekenis nog misschien heeft dan in andere landen die veel meer andere oorlogen ook gekend hebben en ook oorlogen die daarna nog gekomen zijn. Zeker als je denkt natuurlijk aan werelddelen die buiten Europa zijn gelegen. Mijn moeder was Joods, er wordt vaak gezegd zijn vader was Duitser maar zijn moeder was Joods, wat natuurlijk onzin is, want mijn moeder was net zo goed Duitser. Dat is natuurlijk het idiote. Was het idiote van die hele jodenvervolging, die dan tenslotte, zoals jullie weten, geëindigd is met de massamoord, Auschwitz. De naam Auschwitz is sedertdien een symbool geworden voor massamoord. Maar het idiote was, de joden waren natuurlijk, net zoals in Nederland, tegelijkertijd gewoon Duitsers en voelden zich als Duitser. Maar omdat het naziregime niet waar met zijn rastheorie kwam en beweerde dat de Joden een apart ras waren, konden Joden in Duitsland dus niet meer aan de slag. En ze werden eerst geïsoleerd, toen gedeporteerd en voor zover de Duitsers dat konden uitgeroeid. Iets wat jullie natuurlijk inmiddels weten. En mijn moeder was Joods en daardoor is mijn vader in Duitsland zijn baan kwijtgeraakt. Want hij was zoals het in de ogen van de natie, fascistische denken heette, was hij dus besmet. Wij waren, mijn zuster en ik had toen maar één zuster nog, later heb ik er nog twee bijgekregen. Wij waren dus ook als quasi half Joods ook besmet en dat moesten zoveel mogelijk gescheiden houden, gescheiden blijven van het zuiver Germaanse ras. Dus wij moesten naar Nederland. Ik zou willen zeggen, de sporen van die Eerste Wereldoorlog, die Duitsland verloren heeft, zoals jullie misschien weten, die hingen nog in de lucht. Op straat, bij wijze van spreken. Niet zozeer dat daar vreselijke bombardementen waren geweest, waardoor je allerlei kapotte gebouwen zag, zoals na 1945, na de Tweede Wereldoorlog, maar desalniettemin. Je zag op straat, dat was heel normaal, op tal van invaliden uit de Eerste Wereldoorlog, de medische wetenschap was toen lang niet zo ver gevorderd als nu. Dus wat je nu kunt wegstoppen achter protheses. Je zag allerlei bedelaars met één arm en één been. Waar natuurlijk ook vaak veel slechter voor gezorgd wordt. Dat waren natuurlijk hele, voor een kind zijn dat natuurlijk heel aangrijpende beelden. En er waren natuurlijk ook nog lang niet die sociale voorzieningen die er nu zijn. Dus veel van deze mensen kregen dan wel een schamel pensioentje, maar moesten bedelen. Dat was dus één impressie die je als kleine jongen hebt.
Als ik terugdenk, wat waren mijn eerste politieke of herinneringen die met politiek te maken hebben, dan waren dat grote plakaten met koppen van, dat was een witte kop, dat we zeggen een kop met wit haar, een snor. En dat was de Rijkspresident toen, in 1932 moet dat geweest zijn, dat was Hindenburg, in de Eerste Wereldoorlog, een van de bekende generaals, militairen dus. Dus dan zag je die kop van Hindenburg en daarnaast zag je de kop, een zwarte kop met een zwart snorretje, zwart haar, dat was de kop van Hitler. Die hingen naast elkaar, en waarom? Want dat was het jaar 1932 en er waren toen nieuwe verkiezingen voor een Duitse president. Hindenburg was president, oeroude man, was toen al boven de 80, dus zo oud als ik nu ben, iets ouder zelfs. Maar die kwam in aanmerking voor een tweede termijn. En Hitler was toen net in opkomst, leider van een grote beweging die ook president wil worden. Dus het waren gewoon verkiezingsplakaten. En in mijn herinnering vormden die twee dus eigenlijk een soort twee-eenheid. Als kleine jongen ga je natuurlijk nog heel sterk af op beelden. Daar kwam bij, het begon allebei met een I, de ene Hindenburg en de andere Hitler. Dat zijn ook zo van die klanken die voor een jongetje heel belangrijk zijn. Dus Hindenburg en Hitler, hè, dat waren voor mij een beetje nou ja, zo snip en snap. Hè, dat hoorde bij elkaar. Het was een christelijke school. En de lessen begonnen iedere ochtend, moest je staan, staande gebed, de meester sprak dat gebed voor en dan brulde iedereen amen, heiligen. En dan bam, dan ging je zitten en dan begonnen de lessen. Zo werd dus toen al de kinderen van 6, 7, 8 jaar op de lagere school natuurlijk langzamerhand ja, geïndoctrineerd. En er werd ook een verhaal verteld over Hitler. Met foto's, die waren wat voor een fantastische man dat was. Enzovoorts. Hebben jullie misschien een vraag? Hè? Ja, ik heb al veel te lang gesproken. Maar zo gaat dat bij een lang leven. Uw moeder was Joods, toch? Mijn moeder was Joods. Uw vader Duits. Want bent u dan zelf een Jood? Bent u zelf Joods? Bent u zelf Joods? Ja, maar wat is Joods? Nee. Wat bedoel je met Joods? Bedoel je religieus Joods of? Ja, ik weet niet wat dat is niet zo makkelijk beantwoord op die vragen. Wat is een Jood? Je hebt natuurlijk Joden, je kunt zeggen de mensen die inderdaad gelovig Jood waren. Hè? Dus die Joodse gebruiken, die in de synagoge gaan, Sabbat vieren, kosher eten. Je hebt natuurlijk orthodoxe en minder orthodoxe. Maar daarnaast zijn natuurlijk in de loop van de eeuwen in Duitsland, in Nederland, in alle landen, want Joden waren, zoals je weet, zeer de oudheid in heel Europa verspreid, waren een minderheid. Maar in toenemende mate waren er natuurlijk ook Joden die niets meer van dat hele Joodse geloof, die er niets meer aan deden, die werden dan volledig geassimileerd of geïntegreerd noemen. En de familie van mijn moeder was dus, zeg ik altijd, van herkomst Joods. Maar ze deden niets aan het Jodendom, wij deden niets aan kosher eten en zo. Dus wat betekende dat? Dat betekent voor mij alleen maar dat zij, oh ja, de familie van je moeder, die heet Joods in de ogen van de naties, en misschien niet alleen de ogen van de naties, en stammen af van Joden, verder betekent dat niets. Professor Van der Donk, u heeft net een gesprek gevoerd, een lezing gehouden met leerlingen van het Barends Lyceum in Baren. Hoe heeft u het zelf ervaren? Nou ja, doordat ik zelf misschien wat te lang aan het woord was, hebben de leerlingen eigenlijk weinig vragen. Zijn er twee die een vraag gesteld hebben, twee zeer relevante vragen. Dus ik ben eigenlijk een beetje benieuwd achteraf wat hun reacties zijn, die weet ik niet. Of ze dit iets zei, in ieder geval of ze dit aangesproken heeft, of het hier en daar voor hun onbelangrijk of onbeduidend was, of misschien boven hun pet ging of ook weer niet. Ik weet natuurlijk niet wat leerlingen, en ook deze leerlingen op het ogenblik nog, vandaar dat ik begon met die vraag, ik weet niet of er bij jullie vuist nog veel over de oorlog gesproken wordt. Ik weet niet wat leerlingen op het ogenblik natuurlijk nog op school of thuis van de oorlog over de bezetting gehoord hebben. En hoeverre dat iets voor ze betekent. Ja, de leeftijd van deze groep, ja, dat is natuurlijk de oorlog, ja, inderdaad van horen zeggen. Maar het zijn hun grootouders. Ja. Ik ben de grootoudergeneratie voor deze. Dit zijn mijn kleinkinderen die hier zitten. Ja. En dus dat is voor mij, kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dan zouden ze veel meer vragen moeten stellen.
Maar ja, dat is er nou. Er zijn dus twee vraagjes geweest, gelukkig, doordat de rector het wat gestimuleerd heeft. Op het algemeen durven ze natuurlijk ook niet direct wat te vragen, dat is duidelijk. Want er is natuurlijk een geweldige leeftijdsafstand. Ja. Dat kan niet anders. Maar dit soort gesprekken in zo'n klasverband, heeft u dat wel in het verleden eerder gedaan? Nee, ik heb natuurlijk wel de nodige lezing gehouden, maar dat was dan heel wat anders. Maar nee, zo in klasverband is voor het eerst. Dan vind ik het wel eens leuk om te doen. Ja. Jullie hebben net de lezing bijgewoond van professor Van der Donk. Ja, het had eigenlijk wel jullie opa kunnen zijn. Wat vonden jullie ervan? Want ja, jullie hebben de oorlog niet echt ook meegemaakt. Heb je er dan toch wel interesse in? Nou, ik vind het altijd wel interessant. Ik krijg van mijn opa ook wel verhalen te horen. Dus ik vond het wel interessant om te horen, ja. En jij? Ik vond het ook heel interessant. En het is ook wel een andere kant, omdat zijn moeder Joods is. En ik hoor ook altijd wel verhalen van mijn opa en oma. Maar ja, die zijn gewoon Nederlanders. Er zijn ook geen Joodse mensen. Dus ja, het is gewoon een andere kant. Nou ja, als er straks dan bij de geschiedenis een repetitie over de oorlog is, nou, dan halen jullie vast een 10. Nou, dat zou fijn zijn. Ja.